Welkom allemaal bij Het Gesprek. Vanmiddag zitten we hier samen aan tafel met een aantal studenten en het management van het ROC Midden-Nederland om te gaan praten over de hervormingen die het ROC vanaf nu tot en met 2014 tegemoet gaat. Hier aan tafel heb ik een aantal, zoals ik net ook al zei, een aantal mensen van het management en studenten. En die wil ik graag aan jullie voorstellen. Want zoals wij ook allemaal weten, zijn er natuurlijk thuis een hele hoop leerlingen die mee kunnen kijken. En die ook via de Twitter met ons in contact kunnen komen. Mag ik dan als eerste aan jullie voorstellen? Naast mij zit Lena Davtjan. Jij bent eerstejaars en je doet zakelijk juridische dienstverlening. Daarnaast zit Wouter van Ark. En hij is leerling van het sportcollege. En dan hebben we nog bij ons Amina Surabali, derdejaars interactieve vormgeving. Dat klopt. Aan de andere kant naast mij zit Christine van Loon, hoofddienst marketing en communicatie. Hermine Hendricks, zij is lid van het college van bestuur. En daarnaast hebben we Peter Brouwer, afdelingsmanager mediaopleidingen. Dan willen we graag, we gaan deze middag als volgt vormgeven. We hebben een viertal gesprekken die gaan over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor de hervorming en de veranderingen die ons de komende tijd bezig zullen houden. Die onderwerpen die zullen we constant inleiden met een kort filmpje, waarna we vervolgens met elkaar in gesprek gaan en de discussie aangaan om te kijken of alles nou eigenlijk duidelijk is en of er nog dingen zijn die duidelijker zouden mogen worden. Mochten jullie thuis dus vragen hebben of een opmerking willen plaatsen, iets waarvan je zegt, hey, kom op, dat kan anders, stuur dat dan vooral naar onze Twitter en zorg ervoor dat wij op de hoogte zijn. Want aan het einde van het gesprek zullen we al die vragen, of in ieder geval een aantal van die vragen, gaan behandelen. En die zullen dan ook zeker aan bod komen. Mag ik dan beginnen met het eerste filmpje van Leonard Geluk als introductie voor deze middag. Ik ben Leonard Geluk, ik ben de voorzitter van ROC Midden-Nederland. Het is een ontzettend grote school, 20.000 studenten. En heel veel van onze studenten ervaren zo'n ROC Midden-Nederland ook als een hele grote organisatie. En dat willen we graag gaan veranderen. En vanaf deze zomer starten we als ROC Midden-Nederland 12 verschillende colleges, 12 scholen. We hebben bijvoorbeeld het ICT-college, en het gezondheidszorgcollege, en het beautycollege, automotive college. In totaal 12 verschillende colleges die heel erg gericht zijn op de branche. En het kenmerk van deze colleges is dat ze kleinschalig zijn, dat de loopbaan voor onze studenten centraal staat en ook dat ze heel dicht bij de branche staan. Dus dat ze samen met de branche worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld het Automotive College. Automotive College is een kleinschalig college in Nieuwegein. En als je daar rondloopt, dan merk je aan alles dat je wordt opgeleid voor de automobielbranche, voor het werk in een garage, voor het sleutelen, voor noem maar op. En dat geldt voor alle colleges. Dat zijn herkenbare scholen waarin je kan zien, kan merken, kan proeven, kan voelen waar je voor wordt opgeleid. Nou, voor ons is kleinschaligheid erg belangrijk. Dus je moet je docenten kunnen kennen, de teams moeten niet te groot zijn, de gebouwen moeten niet te groot zijn. Maar ook herkenbaarheid naar de branche toe is heel erg belangrijk. En dus je wordt opgeleid voor de zorg, dan moet je weten dat, of dan moeten ziekenhuizen weten dat als je bij ons bent opgeleid, bij het gezondheidszorgcollege van Midden-Nederland, dat je dan een uitstekende werknemer bent die prima is in te passen in het proces in het ziekenhuis. En dat geldt dus ook voor ICT, dat geldt voor techniek, dat geldt voor de bouw, voor alle colleges, alle 12 colleges die we de komende tijd gaan realiseren. Nou, voor ons is dat een heel belangrijke ambitie. Wij zijn er zelf van overtuigd dat dat aansluit bij de wensen van zowel de bedrijven als van onze studenten, als van de ouders, als ook van onze medewerkers. Wij zullen daardoor een nog sterker en nog krachtiger organisatie worden met goed onderwijs, kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor onze studenten. We kijken er erg naar uit om dat te gaan realiseren de komende tijd. We hebben er alle vertrouwen in dat we hiermee een goede verbetering realiseren voor ROC Midden-Nederland en voor alle 12 scholen die straks herkenbaar zijn binnen dat ROC Midden-Nederland. We hebben dus net kunnen luisteren naar Leonard Geluk. Ik denk dat we, als we goed geluisterd hebben, een aantal dingen uit hebben kunnen halen. Namelijk kleinschaligheid, betrokkenheid, maar ook een soort herkenbaarheid naar andere mensen toe.
Ik vroeg me eigenlijk af of misschien een van jullie hier een vraag had. Wouter. Ja, het ROC dat zet zich nu echt op de kaart. En, ik zit nu al 4 jaar op het ROC. En nu gaat de ROC gaat eigenlijk omschakeling maken naar de verschillende colleges, zeg maar. Dus dat is weer iets onbekendbaars. Waarom is eigenlijk die doorslag gegeven dat het ROC moest veranderen? Nou, daar weet ik best wel wat op zeggen. Je weet hoe we nu als instelling zijn georganiseerd. Hè? We zijn nu georganiseerd in 4 hele grote sectoren. De sector zorg en welzijn, de sector techniek. Nou, dat zijn hele grote organisatorische eenheden die voor de student eigenlijk nauwelijks goed herkenbaar zijn. Maar voor het werkveld waar we voor opleiden ook niet. Het zijn eigenlijk kolossale blokken in zo'n ROC. En wat wij willen is de kleinschaligheid en de herkenbaarheid naar de studenten, maar ook naar dat werkveld, veel duidelijker maken. Doordat je kleinere eenheden hebt, ben je ook als student in zo'n school veel beter zichtbaar. Hè? En dat betekent dus ook dat we een aantal dingen moeten doen in de uitvoering om jou dat gevoel te geven. Dingen die horen bij de portefeuille van mijn collega. Maar ook, we moeten ook zorgen dat de managers die er nu zijn, als ze afdelingsmanager zijn, veel minder mensen hoeven aan te sturen. En veel minder studenten hoeven aan te sturen. Dat is de kleinschaligheid. Dus binnen die 12 scholen gaan we ook weer kijken van hoe zorgen we nou dat we een maat en een schaal hebben, zodat iedereen ook gekend en gezien wordt. Okay. Heb je daar wat aan? Ik heb zeker wat aan. Oké. Okay. Ja. Dat is heel belangrijk voor ons, omdat we de kwaliteit willen verhogen. Maar hoe wordt het dan weer bekend naar de buitenwereld, zeg maar? Want dit is heel erg positief voor de student en ook voor de managers, waar je het net ook over had. Maar hoe wordt dit dan weer naar buiten gecommuniceerd? Want ook de studenten van VMBO's, die gaan toch weer doorstuderen. En die weten nu wat een ROC inhoudt, maar gaat dat nu weer veranderen, zeg maar? Ja. Ja, dat klopt, inderdaad. Het is best lastig om een naam die je eerst heel duidelijk hebt neergezet, vervolgens weer heel anders in te richten. Maar wij hebben ook gekeken naar hoe de naam ROC Midden Nederland tot nu toe was. Nou, daar zag je vooral in dat mensen, en vooral studenten, daar ook verdwaald in raakten. Dus door het nu anders te doen, hopen we meer eigenheid te geven. En vooral ook die colleges wel onder de, ja, ik noem het maar een beetje de paraplu van ROC Midden-Nederland te hangen. Toch die herkenbaarheid te houden en ervoor te zorgen dat ze toch kunnen zien dat je eigenlijk naar een ROC gaat wat heel veel dingen in huis heeft. Maar daarbinnen je eigen klein deel kan vinden wat echt bij jou past. Dus we zorgen er ook voor dat we herkenbaar maken dat je binnen ROC Midden-Nederland gewoon 12 richtingen op kunt. En dat je zodra je hebt aangegeven van nou ik voel me het meest thuis binnen gezondheidszorg of welzijn, dat je dan steeds meer in contact komt met het welzijncollege, dat je je daar thuis voelt. Dus het zal in het begin best lastig zijn om dat wat helderder te maken. Maar we merken wel dat studenten nu al heel positief tegenover die verandering staan. Dus ik verwacht wel dat dat gaat lukken. En hoe en wanneer zijn jullie pas achtergekomen dat jullie dat nu pas gaan invoeren? En waarom nu? En waarom bijvoorbeeld niet eerder? Ja, dat is wel een goede vraag inderdaad. Wij doen ieder jaar onderzoek naar hoe onze naamsbekendheid is, welke studenten naar ons komen en als ze in het proces zitten of ze dan naar ons toekomen of uiteindelijk toch naar andere scholen gaan. En we kwamen erachter na verloop van tijd dat veel studenten eigenlijk ons minder goed weten te vinden. En ook uit onderzoek zeiden ze vooral, en ook alle bedrijven van ja, jullie zijn allemaal ROC, het is één grote pot nat om het zo te noemen, één grote brei, ik weet helemaal niet meer waar ik heen moet. En ook als we studenten op school vroegen, dan zeiden ze gewoon, nou ik zit op de Vondellaan, maar is dat nou ROC Midden-Nederland of juist een andere ROC of een andere school? Dus ze herkenden zich helemaal niet meer en voelen zich niet meer betrokken bij de school. En daarom merk je heel goed dat studenten ook makkelijker uitvallen of zich niet een weg kunnen vinden in school, niet thuis voelen. Nou, om dat weer terug te krijgen en om die verlorenheid weg te nemen, hebben we besloten om het zo te doen. Maar het is een enorme verandering, dus het kost ook tijd. Voordat we het jullie konden vertellen, kost het ook achter de schermen tijd om dat voor te bereiden. Ja. Dus daarom horen jullie het ook nu pas. En wordt er inhoudelijk ook wat veranderd? Bijvoorbeeld college, als ik het woord college hoor, dan denk ik eerder aan een HBO, aan een grote zaal met een docent voor de klas. Ja. Hoe hebben jullie daarover nagedacht? En hoe ga je dat toepassen in het woord college? Ja. Nou denken we, alles wat we doen,
heel goed na. Hè? Want als je het verandert, moet je heel goed weten wat je nou precies beoogt. Maar het gaat er niet alleen om dat wij de vorm aanpassen. Dus dat we zeggen, we gaan die grote eenheden tot kleinere scholen omvormen. Nee, we willen ook juist echt op het gebied van de inhoud de kwaliteit verbeteren. Wij denken ook dat we dat kunnen waarmaken, doordat we mensen dus over kleinere stukken stof laten gaan. De afdelingsmanager gaat over minder personeel. Er is meer aandacht voor het curriculum, er is meer aandacht voor het werkveld. En daar willen we ook heel nadrukkelijk meer en beter op gaan sturen. Dat is echt gewoon kwaliteitsverbetering. Ik had al iets van dit soort vragen verwacht. Ik heb dus ook iets meegenomen. Okay. Misschien kun je het zien aan de overkant. Dit is de waardering van studenten voor de ROC's in de landen. Hè? En dat is de JOB-enquête. Mm-hmm. Ik denk dat je dat wel kent. Hè? Ja. Nou, die gele balk, dat zijn wij. Ik zal jullie na afloop geven. Dan zie je dat we in de ranking nog helemaal niet zo verkeerd staan. Dit gaat over de kwaliteit van wat we leveren. Wat wij willen is van die 15e plek naar boven. Wat je daar ziet staan, dat is trouwens wel heel opmerkelijk, dat zijn toch de wat kleiner georganiseerde scholen. Dus wat we echt willen doen is ook op het gebied van de inhoud, juist op het gebied van de inhoud, echt kwaliteitsverbetering realiseren. Oké, dus voor de mensen thuis, op de landelijke rankinglijst staan jullie net onder de top, zullen we maar zeggen. Op 15e plek. En jullie willen graag stijgen in de lijst om daar hoger op te komen. En het grote verschil tussen de plek waar jullie nu staan en met de scholen die bovenaan staan, is dat die over het algemeen kleiner georganiseerd zijn. Ja. Kleinschaliger zijn. Ja, ik denk het wel. Oké, misschien een andere vraag nog? Ik hoorde net dat het sportcollege, dat wordt duidelijker. De lijnen worden duidelijker en voor de student wordt het makkelijker. Betekent dat dus ook dat de nieuwe student, dat hij van de ene opleiding naar de andere opleiding zomaar kan switchen? Om het maar zo te noemen, om te shoppen binnen de opleiding? Nou ja, in dat voorbeeld, ik bedoel, dat heeft ook met kleinschaligheid te maken. Want als je over kleinschaligheid praat, dat je herkenbaar bent, dat de leerlingen herkenbaar zijn, dan heb je ook daar een goed gesprek met je loopbaanbegeleider. Dat is trouwens wel een onderwerp wat we zo direct nog over gaan praten. Maar die weet ook precies wat er in die opleiding plaatsvindt en wat er in andere opleidingen plaatsvindt. Dus die kan je ook veel sneller doorgeleiden naar een ander college toe. Dus dat hoeft niet een belemmering daar te zijn. U heeft het hier over een korte laatste opmerking? Ja, u heeft het hier over kleinschaligheid, maar wat bedoelt u precies met kleinschaligheid? Minder leerlingen, meerdere docenten, wat bedoelt u daar precies mee? Nou, daar laat ik het ook gewoon heel praktisch benoemen. Momenteel zitten we nog in een sector techniek, zit een opleiding als media in een sector techniek. Dus je moet eigenlijk eerst bij die sector komen, sector techniek. Ja. Daar herkennen leerlingen media zich helemaal niet in. Zodra komen leerlingen media in een creatief college. Er zitten een aantal opleidingen die door dat hele ROC in allerlei colleges weggestopt zitten als het ware. Ja. En nu komt het in één school terecht. Dus je gaat ook veel meer met elkaar leren samenwerken in diezelfde branche en in datzelfde werkveld waar je elkaar ook veel beter herkent. Oké. Nou, dat klinkt heel interessant. En over branches gesproken, daar hebben we volgens mij een tweede filmpje over.